speciaal voor toepassingen waar luchtverwerkende pompen gebaseerd op het centrifugaalpompen moeilijk krijgen, zoals bijvoorbeeld luchtverwerking bij iets viscuze vloeistoffen, stellen we vandaag de nieuwe MSCP voor. Bij het ontwerp van de MSCP hebben we, zoals altijd trouwens bij Bakko, er speciaal op gelet dat de heel eenvoudig en goed reinigbaar is. Bij veel zijkanaalspompen zit de mechanical seal in een dode ruimte. Bij de Bakko-pomp staat de uitlaat op de sealkamer, waardoor de mechanical seal continu omspoeld wordt en zo perfect gereinigd. Aan de andere kant van de impellervijs hebben we er ook op gelet om geen dode ruimte te hebben. De impellervijs bij de Bakko-pomp zit helemaal in de zuigkamer, waardoor die ook continu omspoeld wordt. Die zuigkamer is trouwens voldoende groot, zodat er voldoende water in de pomp blijft als je de motor stopt, dat die direct terug zelf aanzuigend is bij het herstarten van de pomp. Bij veel zijkanaalspompen is de impeller aan de buitenkant volledig gesloten en ontstaat er klassiek over de volledige hoogte van de impeller een oude spleet tussen de buitenkant van de impeller en de binnenkant van het pomphuis. Andere zijkanaalspompen hebben impellers die volledig open zijn, waar de schoepen los zijn en kunnen beginnen trillen en zo lawaai maken. Bij Bakko hebben we het beste van de twee principes gecombineerd en hebben we gewoon met een smalle band de schoepen met elkaar verbonden. Daardoor kunnen de schoepen niet gaan trillen en maakt de pomp minder lawaai. Anderzijds is die band voldoende smal dat die ruimte tussen de impeller en het pomphuis wel gemakkelijk reinigbaar is. Ook uniek bij Bakko is dat we in één en dezelfde pomp twee verschillende impellers monteren. Ten eerste is er de impeller met de klassieke rechte schoepen en daarnaast is er ook een impeller met geprofileerde schoepen. Het voordeel daarvan is dat we in één en dezelfde pomp een veel breder bereik aan werkingspunten kunnen bedienen. Oh ja, ik was het al bijna vergeten te zeggen. Net zoals elke andere Bakko-pomp heeft ook deze nieuwe zijkanaalspomp genormeerde motor en genormeerde mechanische.